Welkom mannen bij weer een aflevering voor de voetbalquiz van SC Afkikken voor de Voetbalbank. Dus weer een voorronde. Drie kandidaten, Jordi, Tim en Cyril. Hebben jullie er een beetje zin in? Heel veel. Ja, uiteraard. Heel goed. Hey, ik leg jullie even uit. Het zijn drie rondes. De eerste twee rondes is voor iedereen. En de derde ronde is uiteindelijk is de finale. Dus dat gaat tussen de twee mensen met de meeste punten. Eerste ronde is trivia. Tweede ronde is spelerspaspoortjes. En de derde ronde is een vraag. Even één regel wat goed is. Mocht je het antwoord weten, eerst je naam zeggen. En dan pas het antwoord geven. Want anders gaan we allemaal elkaar door elkaar heen. En dat is niet te doen. Dus als je nu zometeen het juiste antwoord schreeuwt. Je hebt niet je naam gegeven. Dan moet ik het helaas afkeuren. En mag iemand anders het juiste antwoord geven. Zijn jullie klaar voor? Yes. Ja. Succes mannen. Eerste vraag van de eerste ronde. Wat is de naam van het oude stadion van Manchester City voordat ze naar Etihad Stadium verhuisden? Wat een stilte. Cyril. Ja? Manchester Park. Dat is niet goed. Nee. Tim of Jordi een idee? Stadium of Light? Nee, dat is Sunderland. Sunderland? Ja, kut, sorry. De tijd is op, hè? Nee, sorry niet. Main Road. Oh, ja, natuurlijk. Vraag nummer 2. Voor welke club verruilde Lorenzo Ebisilio Ajax in 2013? Jordi Krasnodar. Dat is niet goed. Cyril? Ja? Rostov? Is niet goed. Spartak? Moskou? Nee. Metalur Donetsk. Jongen. Ik denk dat je deze quiz niet had kunnen uitzenden. Vraag 3. Welke Vitesse-speler scoorde en kreeg een rode kaart in de voor de Vitesse gewonnen Gelderse derby in de Goffert in het seizoen 2011-2012? Dus hij scoorde en kreeg rood. Hoe heet het? Tim. Chanturia? Ja, dat is uitstekend, Tim. Zo. Eerste punt voor... En die ging daarna nog vechten, toch? Bijna in de catacombe. Met Kevin Comboy. Zo. Je krijgt geen extra punten voor, maar hulde, hoor. Tim, eerste punt voor jou. Vraag nummer 4. Welke Franse voetbalclub werkt haar wedstrijden af? En ik hoop dat ik het goed zeg. Stade Geoffroy Guichard. Het Stade Geoffroy Guichard. Ja? Stade Reims. Nee. Jordi, Stade Reims. Nee, ook niet. Tim? Ik ga dan voor Nice. Nee, is niet. Saint-Étienne. Vraag nummer 5. Wie gaf de beslissende voorzet op de winnende goal van Mario Götze in de WK-finale van 2014 tegen Argentinië? Cyril. Ja. Zeg maar Cyril. Schurle. Goed. Puntje voor Cyril. Vraag nummer 6. In welk stadion werd de finale van het EK 2000 gespeeld? Tim is de eerste. Echt? De Kuip. Is goed, Tim. Ja. Vraag nummer 7. Wie was de laatste PSV'er die een hattrick scoorde tegen Feyenoord? Jordi, Parfum. Wie? Parfum. Nee. Tim. Jonathan Reis. Nee. Cyril. Wijnaldum. Nee, wel allemaal heel leuk gedacht en zo, maar het was Luc de Jong. Oh. Ah, maar... Ah, fuck. Sorry. Vraag nummer 8. Nee, maar gewoon schelden hoor. Dit is nog netjes. Oké. Vraag nummer 8. Aan welke club was Alen Halilovic door Milan verhuurd voordat hij bij Heerenveen terechtkwam? Jordi. Cyril. Jordi is eerst. Aspa. Van Boeger. Niet goed. Cyril.
Standaard leuk. Is helemaal goed. Ja, dat is niet verstandig. Nummer 9, vraag nummer 9. Wie was de laatste speler van Chelsea die zich tot topscorer van de Premier League liet kronen? Tim Lentink. Cyril. Diego Costa. Dat is niet goed. Molly. Tim. Ja. Ja. Hazard. Dat is niet goed. Jordi. Frank Lampard. Is ook niet goed. Wat een topshow dit. DJ Drogba. Ja, zo. Shit, man. 2009-2010 met 29 goals. Laatste vraag van de eerste ronde. In welk stadion speelden Nederland en Spanje in 2010 de WK-finale? Tim. Soccer City, Johannesburg. Helemaal goed. Oh. Stand naar de eerste ronde. Tim, 3 punten. Cyril, 2 punten. Jordi, nog 0 punten. Maar Jordi heeft wel doel. Gaan we door. Spelerspaspoortjes. Je mag het spelerspaspoortje onderbreken, maar dan wil ik eerst je naam horen en direct het antwoord daarna. Ja. Eerste spelerspaspoortje. Ajax, Sparta, Nationaal, Sturm Graz, Odense, Rijndorf, Dundee United, Amca Pern, Jenishev Krajnoyarsk, Shakhtyor Soligorsk. Kon je die laatste twee even herhalen? Ik kon ze niet goed horen, die clubs. Ik kan hem wel even een keer opnieuw doen. Ajax, nee, Sparta, Nationaal, Sturm Graz, Odense, Rijndorf, Altag, Dundee, Amkar Pern, Unice Krasnoyarsk, Shakhtyor Soligorsk. En hij is nog steeds voetballer. Vef? Nee. Oh. Iemand een idee? Nee. Darko Bodul. Oh, die was toen nog op voetbalzone. Niel, daar heb ik er nooit van gehoord. Volgende. ADO, Dordt, NAC Breda, Cambuur. Ja, Sil. Giovanni Korte. Ja, is goed. Feyenoord, Cambuur, AZ, FC Utrecht, Red Bull Cyril. Oh, joh. Ja, zeg maar, Cyril. Moet je nu zeggen? Nee. Je moet iets zeggen nu. Patrick Zwaanswijk. Patrick Zwaanswijk. Nee, Patrick is vaste kijker. Mogen niks lullig zeggen over Patrick. Tim of Jordi? Was je al klaar dan? Ja, dat was hem. Ja, oké. Okay. Feyenoord, Cambuur, AZ, Utrecht, Red Bull Salzburg. Tim. David Mendes da Silva? Nee. Nee. Robin Nelissen. God. Volgende. Slavia Praag, Jablonek, CSKA Moskou, PAOK Saloniki, Slavia Praag, PEC Zwolle, Bursaspor, Legia Warschau. Jordi. Ja, heel goed, Jordi. De aardige knul af. Dat is omdat er een Turkse ploeg in zat. Ja, en heb ik nou goed gerekend? Even kijken. 1, 2, 3, 4. Ja, zo laat alweer het laatste spelerspaspoortje. Oh. Feyenoord, Vitesse, Seattle. Ja, Cyril. Jordi. Zeg maar, Cyril. Kelvin Leerdam. Heel goed. Ja. Ja, jongens, jongens, jongens. Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Jordi. Ja. Het avontuur zit erop voor je. Dankjewel. Waar heb je het laten liggen? De eerste twee rondes, denk ik. Jordi, ik wil je danken voor je deelname en voor je donatie natuurlijk voor de voedselbank. En we gaan door naar de finale. Ja, welkom bij de finale, jongens. Het is een vraag. Cyril, jij hebt 4 punten, Tim heeft 3 punten. Dat doet er nu niet meer toe, behalve dat Cyril het recht heeft om te bepalen of hij zo meteen gaat beginnen of dat hij de beurt eerst aan Tim geeft.
Het gaat over en weer. En de vraag die jullie mogen beantwoorden is... Frankrijk leed in 2016 misschien wel een van de meest pijnlijke nederlagen in haar bestaan. In de EK-finale werd in eigen land met 1-0 verloren na verlenging van Portugal. Welke 11 Fransen stonden in de basisopstelling? Dus Cyril, je mag kiezen om nu te starten. Dan geef jij een naam. En dan is het de beurt aan Tim. En zo gaan we steeds heen en weer. Belangrijk om te zeggen, mocht je een fout antwoord geven, ben je er gelijk uit. Oké. Wil je starten, Cyril, of geef je Tim de beurt? Tim begint. Succes, Tim. Dankjewel. Joris. Dat is goed. Pogba. Is goed. Matuidi. Is goed. Griezmann. Is goed. Koscielny. Is goed. Payet. Heel goed. Netjes. Nu wel een antwoord. Ja. Digne. Nee. Helaas, Tim. Schade. Ja, de opstelling was Loris, Sanja, Koscielny, Umtiti, Evra, Pogba, Matuidi, Sissoko en Griezmann, Payet en Giroud. Ah, ik zat nu aan Giroud te denken, maar ja, daar heb je niks aan achterop. Uitstekend gespeeld hoor, Tim. Ja, helaas. Dankjewel. Ja, dankjewel voor het meespelen, dankjewel voor je donatie. En Cyril, je bent door naar de volgende ronde. Oh, serieus? Ja. Oh, leuk, dankjewel. Ja, je had heel veel spanning hè, voor deze wedstrijd. Ik was wel een beetje nerveus. Was goed te zien. Dankjewel, Cyril. We zien jou terug in de volgende aflevering. Jullie bedankt voor het kijken en graag tot de volgende aflevering.